Nijland, Henk Weiland, hoep het balletje af aan de man met 6-32, dacht ik. Of 53. Bakker, die zit daarbij en we gaan kijken. Nog meer mensen van de Flying Devils. Uitmaden, de man aan de leiding is de man met 124. Goed zo, Jari. Bram Veldhoven, met een T-wel te verstaan. Bram Veldhoven, uit Veldhoven, kan niet mooi natuurlijk. Hij gaat hier op de eerste plaats. Dan zien we Gink Weiland daar op die derde plaats en die man ertussenin. We gaan kijken, als ze door die bocht heen komen, welke man er op die tweede plaats in de rood. Het is de 253 en de 253 is van de... Bartje Bakker, de man uit Landgraaf, heel ver gereden vandaag en meteen al hier onderuit. Hollevoet zit hierbij, Berend Smeets, Jens van Geffen, Renzo Gerrits, Siri Kasmakers en Sander Gene. En de man aan de leiding is de man in het rood hier, de man met startnummer 122. 122 gaat aan de leiding, Brent Smeets en achterna gezeten door Sander. Sander op die tweede plaats, de man uit Nieuwland vandaan, Sander van Genen. Ja, race nummer 5 is inmiddels vertrokken, watch the light. En we zijn weg, we gaan kijken hier aan de binnenkant. Groene bordjes, gele bordjes, dat is de 278. En de 278 is de man uit Wiekros, Sam Laurensen die hier het eerste door de bocht gaat. We gaan kijken, hoe wordt hij door elkaar gestuurd? De man uit, even kijken, 138 denk ik. Goal Brekersman. Wiekros 1, Wiekros 2. En dan denk ik de Luanberg Schijndel. Schijndel zit daar achteraan. We gaan kijken als ze naar de bocht komen. Stan Groene, 152. En de 197. De 197 is van Stijn van Geffen. En wat ze laat zijn weg. Race nummer 6. Kiro van Schijndel aan de binnenkant. De man buitenom, we gaan kijken. Het is de 6 en nog wat. 65, Justin Takkar. We gaan kijken. 85. We gaan natuurlijk ook nog bij met Meijering. De 2,49 daar op die vierde plaats. We gaan kijken wie die man is op de tweede plaats. Kiro van Schijndel. En dan Van Os en de man op de eerste plaats. Hij wint deze eerste mars. En dat is Justin Takkar. En wat de lights en we zijn vertrokken. Kroosma en Gijs Vliegen, die zitten er ook nog uit. Uit de deurknoppen schuilt over Flying Devils, de Wiels en Nuland. Met overwinning gaat denk ik naar 374, Meijer Wageman. We gaan kijken naar de man met Amazone denk ik, als ik even naar het shirt kijk. Toch wel handig de shirt. Daar is niet iedereen even blij mee, maar dat moet dan Wino van Rijswijk zijn. Wino van Rijswijk, dat is nummer 397. En dat is Roy Kuipers, de man uit Volkel. Loek, die zit daar aan de leiding. Dan moet Len Versteen mooi op die tweede plaat. Dan kijken we daar naar de man in het rood. Ik denk dat het de deurtrouwers is. Jordi van Meulen, de man met startnummer 381. En de vierde plaats, de 364. Veldhoven, Bart Gerritsen. Oeh, daar een hele snelle man aan de leiding. We gaan kijken naar Koentje van der Wijs. Koentje van der Wijs. En daar staat iets achter, daar heb ik nog nooit van gehoord, maar dat zal wel. Stadshoren. Ik weet niet wat het is, maar het is een BMX club hier uit Brabant vandaan, begrijp ik. Groentje van der Wijs aan de leiding. Dan de man van het BMX Dream Team daar met startnummer 36, Joey van Eikelen. En dan gaan we nog kijken naar de man die geblesseerd raakte volgens mij in Orleans met 128. En dat is Noah van Essen van het super duper Mabo Team. Leuke namen hier van teams. Race nummer 18, ook bij klasse 12 en 13 jaar. Wat hij nou naar zijn dating gegeven? Het veld over vandaan, denk ik. We gaan even kijken, inderdaad. Jelle van der Spijker. Jelle van der Spijker, die dat denk ik aan de leiding gaat voor de man uit Amazone vandaan. Amazone daar op die tweede plaats, denk ik. 7,38, inderdaad. Romano Brok krijgt er nog een aanval. De man met startnummer 120 gaat deze man afsluiten. 120, Jelle van der Spijker. Geen idee waarom er geen startnummers bij staan, maar het zal wel. Startnummer 123. Dan gaan we kijken naar de man in het geel. Dat is de 104 van Gerno Slots, de man van de wijrijders. En dat is volgens mij naar Tien vandaan. Dan gaan we verder nog kijken naar de man met startnummer 147. En de 147 is Sjors Geert. Godverdomme, laten wij hem inpakken.
One Bicycles daar aan de leiding. En dan kijken we even naar Kevin van de Groenendaal. Van de One Bicycles Team Club. De man uit Vught. Ruim aan de leiding voor de man met startnummer 853. En die is natuurlijk uit ons Wessel Avering. Oké, hele snelle man. Huh? Europees kampioen, 2 jaar achter elkaar. Ja. Knap. Zeer goed gedaan. Allianz ook gezien. En dat is natuurlijk Hangela Vrijsen van de Deurkrabbers en het Verlu-team. En daar zijn ze weg, de lange man. En dan de mannen maken ze erachteraan. Dan kijken we naar Tim Willemuller. Tim Willemuller daar aan de leiding voor de Wiekros uit Wieken natuurlijk. Dan het Verlu-team op de tweede plaats met bandenmakers. Uit Luis-Gestel vandaan is dat natuurlijk. En dan zien we daar het Loekloek-team met 159. En 159 is Leroy van Assel van Amler Zoden. Watjelijten, we zijn weg met de man daar aan de binnenkant uit Luis-Gestel vandaan, dacht ik. Voor de 18. En de 18 is natuurlijk Giel Klaassen van het Talent BMX-team. En Watjelijten, we zijn weg, Dave van den Berg. Dave van den Berg, schitterend gereden tijdens het NK en het EK. Allebei een tweede plek voor de man uit Os vandaan. Talent BMX, die zit er ook bij. En Talent BMX, dat moet natuurlijk zijn Mike van Milo. De man met startnummer 116. Dan kijken we daar naar de man in het geel. Ik denk Ron Koenen van de plakpunten met 211, inderdaad. En dan de man uit Os vandaan. De man uit Os, die daar op een vierde plaats zit. En de vierde plaats voor de 214.